Goedenavond. Topnames iedere dinsdagavond. Stekel, wat heb je een mooie achtergrond, man. Wat is het nog zo mooi? Best... Nee, het is best aardig, hè? Het is een fotootje die ik net genomen heb, maar wel fake, hoor. Via een greenscreen achter mij keurig netjes geprojecteerd. Maar het ziet er mooi uit, hè? Het had waar gebeurd kunnen zijn. Hij ziet er prachtig uit. Connie Dorrestein van Bankify. Bij jou ziet er ook prachtig uit. Waar zit je? Ik zit in mijn eetkamer in Bussum. En omdat ik heel veel remote werk, heb ik eigenlijk al heel lang geleden gedacht van nou, ik ga uit die zolderkamer naar beneden en ik ga gewoon in de lekkerste kamer van het huis werken. Dus daar ben ik nu. Vanavond geen grap. Wat doen Bankify? Wat we eigenlijk doen, we zijn een technologiebedrijf en wij werken met name voor banken en mensen met een financiële licentie. Hè. Tegenwoordig zijn fintechs kunnen dat ook. En wat wij doen is, we zorgen ervoor dat vooral het midden- en kleinbedrijf, en dan zeker ook zeg maar, wat wij de ZZP'ers noemen, de sole traders, de kleine bedrijven, dat die sneller aan hun geld komen, sneller leningen kunnen krijgen. En eigenlijk brengen we zeg maar alles wat boekhouden en bankieren is bij elkaar in één omgeving. Alleen maken wij er geen appje van, wat je vaak ziet. Want dan moeten we jezelf al die klanten gaan halen. Wij zeggen, nee, banken hebben klanten genoeg. Wij gooien die technologie. Allemaal maken we in microbusiness services. En dan kan een bank ze zelf in het bankkanaal wat hij al heeft aanbieden aan de klant. En leg eens uit wat je daarmee bedoelt, het microbusiness services. Ja, microbusiness services. Ik snap in, eigenlijk... algemene zin wat je zegt. Maar ik kan me er nog niks bij voorstellen. Snap ik. Als je bijvoorbeeld zegt, ik breng boekhouden en bankieren bij elkaar, dan heb je bijvoorbeeld nodig dat je een rekening moet kunnen maken. Die moet je kunnen verzenden, die moet betaald kunnen worden. Je hebt misschien een kortlopende lening nodig, maar wat voor soort lening? Nou, en dan de microbusiness service is gewoon een technische term voor kleine stukjes software. Die als Lego blokken aan kunt bieden aan een bank. En die kan een bank op elkaar timmeren. En die kunnen dus bij wijze van spreken van alleen maar, nou ja, laat ik een betaalverzoek, een soort van zakelijke tikkie versturen, tot en met, ik ga een volledig mooie omgeving neerzetten voor mijn zakelijke klanten, dat ze rekeningen kunnen maken, versturen, boekhouden, allemaal binnen mijn internetbankierkanaal, wat ze al kennen. Nou, dat is dus aan de bank om te bepalen, hoe bouw ik die Lego blokken op elkaar. Maar dat verklaart ook dat wij jouw bedrijf misschien als consumenten niet kennen. Dat klopt, dus je zult nooit onze naam zien. Omdat het zomaar zou kunnen zijn dat ik bankier bijvoorbeeld zakelijk voor mijn BV bij de KNAP. Het zou zomaar kunnen dat onderdeeltjes van hun software bij jullie vandaan komen. Dat is absoluut, dat heb je helemaal goed gezien. Ja, het is ook echt het zogenaamde white label verhaal. En het is eigenlijk toen het hele PSD2 open banking begon, zei iedereen, oh my god, eindebank, hooray to the fintech. En wij zeiden eigenlijk altijd al, mijn medeoprichter Mark Hartley is een Engelsman, en ik zeiden altijd al, ja, maar het zou ook wel eens, hè, zoals noemen de law of unintended consequences, de wet van de onvoorziene uitkomsten kunnen worden. Mooie, ja. He, dat je, ik probeer al echt Nederlands te spreken hoor, dus corrigeer me gerust. Waarbij je ziet dat de banken, die hebben gewoon de klanten al. He, die hebben ontzettend veel klanten. En voor een uitdagerbank, een nieuwe bank, om aan zo'n grote aantallen klanten te komen, is een enorme struggle. En het andere wat erbij komt kijken is, mensen mogen dan wel niet echt van hun bank houden, maar alle onderzoeken bewijzen keer op keer dat mensen hun bank uiteindelijk toch, als het erop aankomt, vertrouwen. Want hè, al die constructie... Ja, die snap ik heel goed. Mensen zijn niet snel geneigd van bank te veranderen of over te stappen. Welke ik nog niet helemaal begrijp, maar dat moet jij me dan maar eens uitleggen, is waarom jullie, zeg maar als onafhankelijk fintech bedrijf, beter in staat zouden zijn dan gewoon een gevestigde bank met al die duizenden medewerkers, die grote afdelingen met softwareontwikkelaars en IT-specialisten en miljarden winsten. Waarom jullie beter in staat zouden zijn die blokjes software, die modules te maken dan zij zelf? Ik denk dat daar een aantal redenen voor zijn. En wij kregen precies dezelfde vraag toen we het vorige bedrijf opzetten. Ten eerste denk ik, is het zo dat binnen een bank zitten inderdaad heel erg veel IT'ers.
En overigens vind ik dat die mensen veel meer praise verdienen dan ze over het algemeen krijgen. Maar heel veel van die mensen zijn continu bezig met twee dingen. De zaak draaiende houden, operationeel, en veilig houden. En om echt innoverend en vernieuwend te kijken, is het grootste reden waarom het niet lukt binnen een bank, is niet de afdeling IT, dat is de cultuur binnen een bank. Banken denken in verticale kolommen, die zitten allemaal in hun trenches. Dus als je zegt, ik wil iets doen zoals wij willen, hè, van betalen tot en met rekenen, tot en met lenen, dan is het eerste antwoord van de bank, oh, dan moet je naar business banking voor payments, dan moet je naar een andere afdeling voor loans, en dan moet je naar weer een andere afdeling voor boekhouden. De reden dat het hun dus niet lukt, is omdat ze vanuit het product denken. Zij denken, ik ben de bank, ik weet wat goed voor jou is, ik bouw een product, dat gaan we bouwen, dat bied ik aan. En ze hebben het zelfs over, hè, echt kanaal duwen vroeger. Van, nou, de klant moet dat kanaal maar gebruiken. Die tijden zijn gewoon wel echt heel erg definitief voorbij. Je moet echt denken vanuit, wat wil de klant? Want dat doen namelijk de big techs ook, hè, de hele grote bedrijven, de Googles, et cetera, kunnen dat ook erg goed. En de fintechs kunnen dat heel goed. Banken kunnen tot de dag van vandaag dat eigenlijk bijna niet. En heel eerlijk gezegd, het is heel makkelijk om op een podium te staan en daarover te schreeuwen dat het achterlijk is, want het is ook achterlijk. Maar aan de andere kant, als je ziet wat er voor compliance uit het verleden, hè, gebaseerd op processen uit het verleden, naar banken toe wordt gegooid, is het ook bijna ondoenlijk voor hun om en zowel vernieuwend en klantgericht te denken, als wel om al die operationele processen en die spaghetti van systemen die door overnames en acquisities en samengaan aan elkaar zijn gekomen, om dat allemaal te doen, is bijna onmogelijk. En je hebt ook echt het laatste puntje, de war for talent, talent nodig, wat die gloednieuwe technologie snapt. En ja, die vinden het toch vaak leuker om in een bedrijf zoals bij ons te werken dan bij een hele grote bank. Hoeveel mensen hebben jullie voor je werken? Wij zijn een klein bedrijf nog. We hebben 20 man in dienst. Okay. Ja, wij zijn, Mark Hartley en ik zijn dit bedrijf begonnen nadat het vorige bedrijf waar wij allebei in de founding team zaten was verkocht in 2014. Zijn we een poosje meegaan naar de nieuwe eigenaar. 2016-17 zijn we het idee gaan ontwikkelen. Mark is toen een jaar eerder begonnen. 2018 zijn we ermee naar de markt gegaan. Dus we zijn nu anderhalf jaar, hè, zeg maar, twee jaar bezig. Ja. Hey, dat bedenken dat het nodig is, is één ding. Maar wat zijn jullie daarin tegengekomen? Want jullie zeggen, ze moeten eigenlijk anders kijken, beter kijken naar hun klanten en niet vanuit hun eigen systeem redeneren. Daar hebben jullie een idee over. Ja. Normaal gesproken, als iemand met een idee naar je toe komt wat eigenlijk toch nog wel ver van je staat, is dat nog een lastig verhaal. Hoeveel moeite hebben jullie gehad om banken over te halen, over te overtuigen? Dat is nog steeds. Ik zeg ook al tegen Mark, wij moeten een soort van masochistisch inslag hebben om dit nog een keer te gaan doen. Als je een beetje vooruit loopt, dan heb je daar altijd enorm issue mee. Dus wij moeten, ten eerste hebben we een voordeel dat we wat ouder zijn, dat klinkt flauw. Maar we snappen dus ook de oude bankaire wereld. Want dat is echt een hele complexe wereld. En als je gewoon optimistisch binnenstapt met ik heb een leuke app en ik heb een super gaaf idee, dan neem je gewoon eigenlijk niet serieus. Ik zeg niet dat het goed is, maar dat is de realiteit. En het tweede wat je moet doen, is je moet heel erg dus qua technologie moet er niks te zeiken zijn of te zeuren zijn over hoe je het inricht, hoe secure het is en. Dus je moet al die tikken in de box klaar hebben. En dan moet je binnen de bank eigenlijk toch de afdelingen afwerken waarvan je allemaal de buy-in nodig hebt. Nou, dat is in een grote bank een helse klus. Maar wat je vooral moet doen is, en daar is mijn partner Mark ook ontzettend goed in, is eigenlijk klanten helpen, banken helpen, om ze te laten zien, jullie hebben er zoveel geld geïnvesteerd in dat PSD2 en het open banking en in instant payments, wat we in Nederland ook hebben. Je moet er wat mee doen, je moet er iets mee maken wat klanten willen, want anders investeer je alleen maar en krijg je nooit geld terug. Dus wij moeten helpen en helpen om beelden te bouwen over wat is nou een mogelijke business case voor je klanten. En wat komt daarbij kijken? Dus wij, hoewel we technologieleveranciers zijn, helpen we ook heel erg mee met het uitwerken van de businessmodellen en de processen en zelfs zeg maar de marketingconcepten die daarbij zouden kunnen horen. Dus het is nog steeds een verhaal van absoluut heel lange adem. Wij zeggen altijd, weet je, jaar 1 ben je optimistisch. En jaar 2 kom je erachter dat het allemaal langer duurt. En jaar 3 moet je rug recht houden. Nou ja, waarvan akte?
Johan Schaap, meeluisterend, zegt dat vorige bedrijf van jullie wat... Het vorige bedrijf was Clear2Pay. Dat is verkocht aan FIS. En wat we bij Clear2Pay deden, was eigenlijk ook weer... We pakken een draaimoment, wanneer nieuwe regelgeving afkomt. Voor ons nieuwe bedrijf was dat PSD2. Voor het vorige bedrijf was dat SEPA, hè, dat we... Een enkele Europese currency kregen op betalingsverkeergebied. En toen zeiden, het is toch eigenlijk idioot dat banken 36 betaalfabrieken hebben, omdat ze toevallig 36 betaalproducten hebben. Hè. Creditcard is weer anders dan nationale betaling, internationaal. Nou ja, ga maar door. Waarom maak je niet één fabriek in het midden en je acquireert die betalingen aan de voorkant op één manier en je spuugt ze aan de achterkant, heel eenvoudig gezegd, op één manier uit? Nou, dat was toen ook een bizar idee. Iedereen zei, gaat niet werken. De nieuwe technologie is niet robuust genoeg. Je kunt het niet, de volumes niet aan. Maar, en daar hadden we twee ongelooflijk goede oprichters. Twee Belgen, Jurgen Ingels en Misha Akkermans. En die hadden dat moment goed gezien. En die zeiden ook, ja, maar de technologie is er nu klaar voor. Dus we kunnen het wel doen. Maar hetzelfde verhaal is nu bij ons. We hebben 3 jaar echt lopen... Hè, profetie lopen verkondigen en zielen winnen, voordat mensen het echt doorkregen. Maar ja, later is daar de payment hub uitgekomen en dat is eigenlijk nu de standaard oplossing wereldwijd voor betalingsverkeer. Dus ik doe daar niet bolsie over, zo van nou, kijk ons eens even, maar we hebben gewoon echt volgehouden, want het moment was er, de regelgeving werkte mee, goede mensen aan boord, goede funding en een goed team. En dan, ja, weet je, dan is het nog steeds lange adem en volhouden. Ja. Maar dan heb je in ieder geval wel... het is iets waar ik heel erg in geloof. En ook in het huidige lastige tijdperk... is ons enthousiasme onverminderd. En je zei... We hebben nu gekeken naar een omslagpunt... In de techniek of de regelgeving. Allebei, ja. Is dat inderdaad een manier waarop jij kijkt naar kansen, maar wat zijn de momenten dat de kansen ontstaan? Ja, want ik zou ontzettend graag, kijk, mijn liefde vakmatig, zeg maar, mijn verticaal of mijn horizontale liefde vakmatig is marketing en customer experience. Daar werk ik al 25, 30 jaar in. Dus het liefste zou ik ook alleen maar hele leuke dingen uitdenken waar met een fantastische customer experience die zo aanslaan dat het helemaal te wauw is. Maar inmiddels is dat ook eigenlijk een tik in de box geworden. Dat is er wel, maar die hele customer experience, die draait niet meer om een wow-factor, maar hoe relevant is het wat je doet? En hoe relevant is het op dat moment van de dag in die situatie voor die klant? Dus mijn enthousiasme is niet getemperd, maar ik heb geleerd dat als je een bedrijf op wil bouwen, en vooral als je er zelf in investeert, zoals wij, Mark en ik, heel hevig doen, dan moet je ook kijken naar, is de markt er klaar voor? En als je te vroeg bent, dan is de kans dat je slaagt eigenlijk gewoon is een hele lastige. Wij zijn altijd behoorlijk aan de vroege kant, maar niet idioot. En wat we nu zagen was eigenlijk ook weer een sweet spot van 3 dingen die bij elkaar kwamen. PSD2 en dan natuurlijk de GDPR. Hoe heet dat die in Nederland ook alweer? AVG. Die 2 dingen kwamen bij elkaar. En die hadden natuurlijk dat hele open banking en delen van data heeft alles te maken met die privacy-wetgeving. En het derde wat je zag, waar we het in het begin eventjes over hadden, hè, is de manier van bouwen, die business microservices. Een heel grappig voorbeeld, toen we met Clear2Pay begonnen, moesten we alleen al 5 miljoen euro in kas hebben, om de licenties te kunnen betalen voor de computers waarop we de software programmeerden en wilden draaien. En dat kun je gewoon nu, weet je, kun je gewoon met 50.000 euro en misschien wel met 5 een bedrijf beginnen. Ik wil nooit te veel overdrijven, maar dus de technologie is zo krachtig en ja, ook een vreselijk woord, agile moet ik dat netjes zeggen, maar het is vooral elastisch geworden. Kijk, ja. Vroeger moesten banken tot de top van hun vermogen, dus zeg maar de dag voor kerst, dat volume aan betalingsverkeer moest je capaciteit inkopen. En de rest van het jaar zat dat te sudderen en werd alleen IBM en SAP en zo werden er rijk van. Nu heb je gewoon technologie die rekt mee omhoog als de vraag hoog is en die gaat naar beneden als de vraag minder is. En die is net zo secure. Dus weet je, toen zagen we ook echt van ja, we kunnen dit gewoon nu ook bouwen. En ook voor grote banken of
PSP's. Ja, ik denk dat toch sommige kijkers die wat minder thuis zijn in alle terminologie die langskomt, heb ik toch behoefte om het even nog wat concreter te maken. Je noemt het een soft spot op drie punten. De privacywetgeving, de GDPR, ja. AVG, de PSD2, dat zijn wetten die maken dat het mogelijk wordt voor banken om gegevens van hun klanten uit te wisselen met derden, mits de klant daar toestemming voor geeft. Expliciet toestemming voor geeft, ja. Precies, en de derde is een nieuwe manier om dit soort dingen aan te bieden, die microservices. Geef nou eens een concreet voorbeeld van een module die bijvoorbeeld bij mij in de bankomgeving zit, die jullie ontwikkeld hebben. Nou, ik denk inderdaad bijvoorbeeld, en ik weet niet of die in jouw bankomgeving zit, maar ik toevallig zelf ook bank bij Knap, of klant bij Knap. Bij Knap kun je al heel erg makkelijk data uit je betalingsverkeer synchroniseren met je boekhoudpakket. Ja, ik heb bijvoorbeeld ik heb een koppeling van mijn zakelijke rekening met e-boekhouder. Met precies. Dat is zo'n pakket en dat betekent dat de afschrijvingen in mijn bankrekening lopen automatisch het boekhoudpakket in. Ja, maar dat is dus ouderwets. Wij willen gewoon een stap verder gaan. In de zin, of ouderwets als het werkt, werkt het. Maar je bent toch aan die twee weer genoodzaakt. Wij zeggen, Knap zou eigenlijk voor zijn mini kleine klanten, die hebben helemaal geen boekhoudpakket nodig. Die mensen maken 4 rekeningen per maand. Laat die lekker een rekening maken in hun internet-appje van de Knap. En dan verstuurt Knap die voor hun. En die zorgt ook dat het geld geïnt wordt. Dat soort technologie gaat net nog weer een stapje verder. Daar zijn we nu mee bezig. Maar nogmaals, open banking. Nederland loopt bepaald niet vooruit op dat vlak. Onze eerste klanten zijn ook allemaal in de UK. We zien ook dat daar de eerste use cases zijn. Dus als ik het over open banking heb. Geef eens voorbeelden van zo'n use case. Nou, wat ik net zei. Dat je dus gewoon puur geïntegreerd vanuit een banking omgeving een rekening kan maken. De bank verstuurt hem voor je. De bank verstuurt naar jouw klanten nudges van, ja, je hebt nog niet op tijd betaald. De bank laat mij dan weten van, die zijn nu al binnen, die nog niet. Maar omdat de bank toestemming heeft gekregen van die eindklant en van mij, om te kijken wat er gebeurt met mijn rekening, kan die veel sneller reageren. Geef je een mooi voorbeeld. Nu met die hele COVID-crisis zijn er ontzettend veel banken die best heel graag snel leningen willen afsluiten of geven aan hun zakelijke klanten. Maar die zitten vast uit processen van het verleden. Dat is niet de schuld van de bank. Dat is allemaal compliance. Maar die kijken dus in de achteruitkijkspiegel en naar allerlei credit rating bureaus. Van sta je op de zwarte lijst of niet? BKR, doe je het goed, doe je het niet goed? In de open bankenomgeving waar ik het nu over heb, waar die dingen ziet. Dan ziet een bank gewoon van Connie Dorrestein of van Stekel, BV. Hij verstuurt die rekeningen ongeveer per maand. Ik zie hoe snel die klanten over het algemeen betalen. Ik zie ook hoeveel hij zelf uitgeeft. Dus dat ziet er eigenlijk best wel redelijk normaal uit. En heel veel van die klanten betalen ook gewoon netjes binnen de 60 dagen. Ja, er zit één hele grote bij, die betaalt altijd laat. Maar wel een belangrijke klant. En op dat moment kunnen ze zeggen, hey Stekel, waarom ga jij die grote rekening niet bij ons factoren? Want dan krijg jij sneller je geld. En dat soort dingen worden nu, zeg ik altijd, als ik het plat moet zeggen, worden die beslist door de achteruitkijkspiegel. Dus naar heel lang verleden kijken. Terwijl banken nu onder open banking absoluut de mogelijkheid hebben om te kijken wat er nu ter plekke continu gebeurt in jouw bedrijf. En dus te zeggen, joh Stekel, over 3 weken moet jij een grote betaling doen voor een project wat je aan het lopen bent. Maar dan heb je niet genoeg cash op je rekening. Maar ik zie dat je ook nog een rekening, behalve Knap, heb je er ook nog geen bij ABN AMRO. Daar staan we op de deposito. Zullen we die tijdelijk aanspreken of wil je liever een kortlopende lening voor 4 dagen? Nou, en dat soort dingen konden vroeger echt niet. En dat kan nu wel, dankzij nieuwe technologie en dankzij open banking wetgeving en dankzij de privacy wetgeving. Ja, we pakken even een vraag van Boer de Boer erbij, een kijker, die een van onze vaste kijkers en die stelt altijd graag vragen. Jij gaf even het voorbeeld van dat je eerste use cases eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden. En hij vraagt, is het inderdaad niet zo dat de Nederlandse banken helemaal niet zo happig zijn op innovatie?
Nee, en dat is eigenlijk, daar heeft hij absoluut gelijk aan. Het klinkt heel onaardig als ik dat zeg. En weet je waarom het is? Nederland heeft zo ongeveer het beste en het goedkoopste en het meest veilige betalingsverkeer ter wereld. Er gaat gewoon niks, eigenlijk niks fout. En daarom is het ongelooflijk moeilijk om in zo'n markt heel erg te innoveren. En die mentaliteit, dus er is gewoon geen, zeg maar, hoe noem je dat, burning platform. Er is geen gewoon enorme, dramatische reden. De Engelse bankaire wereld lijkt heel veel op die in Amerika. En die is heel scherp en heel hard en heel vervelend. En daar worden de klanten niet altijd super netjes behandeld. Dus daar is de noodzaak om echt te innoveren is heel groot. Want die klanten zeggen gewoon toedeloe, ik ga naar, weet ik veel, ik ga naar een fintech toe. En Nederland kent weinig banken. De banken die we hebben doen het eigenlijk gewoon hartstikke netjes. Ik zeg niet dat ze het goed doen, maar ze doen het netjes. Over het algemeen. Dus wij hebben gewoon heel weinig te klagen. Een Nederlandse bankrekening kost zeg maar ongeveer, wat is het, 32, 30, 35 euro per jaar. Ja, als je in Italië woont, betaal je 300 en dan mag je 16 keer naar de bank op de fiets om een rekening te openen. Ja, dus die verschillen zijn enorm nog steeds. Ja, dus wij zeggen ook altijd, als je masochist bent, moet je in Nederland een betalingsconcept uittesten. vandaar dat je in Londen bent gaan zitten. Nou ja, ik woonde gewoon heel lang in Londen. En eerlijk is eerlijk ook dit hele open banking. Engeland was een voorloper, die zijn een jaar eerder begonnen. Dus het is ook logisch hè, dat je dan een jaar voorsprong hebt. Ja. Ja, wie zijn jullie concurrenten? Er zijn in Nederland ook een paar bedrijven die dit soort dienstverlening voor banken volgens mij leveren. Da Vinci is volgens mij zo'n partij. Ja, er zijn allerlei partijen. We kennen er een boel en we praten ook met een boel. Er zijn altijd verschillen. Wat wij niet willen is, heb ik al gezegd, is een eigen merk in de markt zetten. Want dat willen, die partijen zijn er ook en die doen dat ook goed. In België heb je bijvoorbeeld POM, die doet dat. Wij willen echt gewoon samenwerken met de banken, omdat we ons daar fijn bij voelen en denken dat daar echt de markt ligt. Maar ik ben nog niet iemand tegengekomen die zo nauw dat het boekhouden en het bankieren bij elkaar brengt in Lego blokken, gericht op dat segment. Maar natuurlijk is het niet uniek wat we doen. Dat zou heel erg overdreven zijn. Bert zegt, heb nog een voorstel. Hij zegt, waarom doen jullie geen propositie bij DNB als die zelf met betaalrekeningen komen? Dus koppel maken via DNB straks naar overheid qua info. Ja, nou, Boer de Boer en ik moeten een keertje aan tafel gaan zitten, want dat zit strak op de lijn. Dus je kunt gewoon wachten. Wij hebben uiteraard ook in het huidige klimaat met allerlei gesprekken en overdenkingen. Je kunt gewoon, als je gewoon gaat zien bijvoorbeeld dat geld van wat bedoeld is om nu kleine bedrijven te helpen, als dat niet snel genoeg bij die bedrijven komt, dan is het natuurlijk een hele kleine stap voor de overheid om te zeggen, maar wacht even, als wij dat geld uitzetten, of je dat dan via een betaalrekening of op een andere manier doet, ja, weet je, als je een licentie hebt, kun je gewoon ook via, bij wijze van spreken, de lokale gemeenten dat geld direct bij die bedrijven brengen. Uiteraard, weet je, dat is natuurlijk precies de visie die achter ons bedrijf zit en waar wij denken, waar we ook naartoe gaan. Dus dat is absoluut bij de mogelijkheden. Ja. Hey, Connie, nog even over de breedte van jouw activiteiten, want je doet nog veel meer. Je zit in het European Women Payments Network. Ik zie je spreken op de Instant Pay Summit. Ik zie je verschijnen op de Blockchain Innovation Conference. Je doet wel heel veel. Ja, dat is inderdaad waar. Dat zit een beetje in het karakter. Dus ik zeg altijd van, ik heb altijd een groot kind waar ik voor wil zorgen. En mijn grote kind is Bankify, maar ik word gevoed doordat ik ook dingen doe die niet alleen maar Bankify zijn. En die liggen dan vaak op twee edges. Het moet altijd te maken hebben met fintech, internationaal. Maar met name met, zeg maar, mijn purpose. En mijn doel in leven is gewoon, en daar hebben Mark en ik ook Bankify op gezet, is alles en wat ik aanraak of waar ik mijn tijd in stop, moet erom gaan om mensen eigenlijk
meer kracht te geven om zelfstandig te worden. En of het dan een bedrijf is of een groep mensen. En de European Women in Payments Network, daar wilde ik absoluut graag aan meewerken. Want ik ben tegen vrouwenclubjes. Maar dit is een club, ik heb zelf meegemaakt hoe 30 jaar lang werken in een mannenwereld. Hoe verdomd lastig dat af en toe kan zijn. En niet iedereen heeft het karakter om zich te laten zien of gezien te worden. Dus daar werk ik ontzettend graag aan mee, omdat er zoveel talent zit op dat gebied. Vooral binnen banken en grote bedrijven op het gebied van betalingsverkeer. Dus die meiden willen een zetje in de rug geven. Dat doen we trouwens ook met het Rise Up programma van Money 2020. En andere dingen doe ik graag is, wat ik altijd ontzettend boeiend vind, is nieuwe mensen ontmoeten en mensen verbinden. Dus ik vind het gewoon leuk om te spreken, maar met name ook om te modereren en discussies te leiden en af en toe dan een andere kant op te duwen. Omdat, dat weten jullie ook als geen ander, een goed evenement is ook een klein beetje theater. En ik vind dat spel, dat buitenspelen heb ik af en toe gewoon, hard nodig. Ook voor mezelf om de deur een beetje te openen. En daarbinnen kijk ik dan ook van, als ik dan echt tegen iets aanloop wat ik heel erg leuk vind, dan, en ik word gevraagd dan, zoals Blanco of wat dan ook, dan vind ik het ook leuk om commissaris te zijn bij een bedrijf. Ja, maar dat is allemaal heel veel. Je Startup Delta heb je nog niet eens genoemd, waar je ook nog ambassadeur van bent, geloof ik. Ja. Ik hoor altijd, laat ik zeggen, wij horen altijd, Even en ik, van de vele start-up ondernemers die we aan tafel hebben. Zeker als je in de verantwoordelijkheid hebt die jij draagt, dat het krankzinnig lange werkdagen, heel veel uren. Waar haal jij die tijd vandaan? Nou ja, iedereen heeft evenveel tijd. Hè? Dus dat is het prachtige democratische in het leven. Maar ik geef eerlijk toe dat ik 6 lange dagen werk. Dus ik heb, ik beslis in het weekend of ik zondag of zaterdag werk. Ja, verder is het ook heel erg efficiënt werken. Ik denk dat het eerlijk is als ik zeg dat ik 4 volledige hele lange dagen in de week werk continu voor Bankify. En dan heb ik die andere, twee dagen voor andere dingen. Voor jou, een dag is voor jou dan waarschijnlijk van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds? Nou, dat is wel heel erg overdreven, maar ik begin wel heel vroeg inderdaad. En soms heb ik hele lange avonden en soms zijn ze wat korter. Ja, maar het heeft mij heel veel rust gegeven, grappig genoeg, om in het weekend te kiezen. Dus die andere dag ben ik dan ook echt uit. En dan, dan kook ik en dan lees ik boeken. En dan heb ik ook niet de WhatsApp in mijn hand of wat dan ook. Nee, absoluut niet. Maar 2 dagen weekend is toch geen optie, begrijp ik? Nu nog niet. En heel soms wel. Hè, zoals nu de laatste tijd was ik natuurlijk zoveel thuis. Verdeed ik totaal geen tijd aan reizen. Dus toen was ik in één keer, dat was wel even een harde les voor mij. Het is saaier. Maar het is wel efficiënt, hè? Het is knetter efficiënt. Ik heb het afgelopen weekend heb ik zowaar 2 dagen vrijgenomen. Ja, en dat voelt dan ook als een luxe en daar moet ik ook echt aan wennen, maar dat is wel heel lekker, ja. Ja. Hey, onze laatste vraag is heel vaak, Connie, waar sta jij over 2-3 jaar met Bankify? Wat zijn jullie ambities? Dan willen wij toch wel dat er 10 grote internationale banken, 10 tot 15, onze technologie gebruiken. Dan zijn Mark en ik naar andere functies gezakt binnen het bedrijf. En dan hebben we nieuw en jonger leiderschap. Want dat is hoe je het graag doet. Opbouwen en dan een stap opzij. En dan een stap opzij, absoluut. Ja, ja, dat is echt. Dat past het beste. Ik kan ook een beetje voor Mark spreken, want ik ken hem al 20 jaar, maar het past in ieder geval het allerbeste bij mijn karakter. Ik vind dingen opbouwen heel leuk. Ik heb ook later wel eens zo over nagedacht. Hè. Ik vond een baby vond ik ook heel leuk, maar de allerleukste periode vond ik de puberteit. En als dat achter de rug is, dan kan ik ook goed loslaten. Dus ik denk dat dat is een beetje de periode. En dan is 2-3 jaar. Ja, ik durf nu niks meer te zeggen qua jaaraantallen. Maar in ieder geval is het de bedoeling dat wij dan een stap opzij maken. En ons vooral gewoon met visie, strategie en voor het voetleg brengen bezig blijven houden. Ja. Nou, heel veel succes daarmee. Dank je wel. Heel erg bedankt. En tot slot bedank ik zoals altijd de vrienden van Topnames, en dat zijn Jetstream uit Groningen,
PUR, Bierenkoop, ook uit Amsterdam. En hebben we nog Freedom Lab. Tot slot allemaal partijen die wij hopelijk ook weer zo snel als mogelijk weer eens een keertje in levende lijf gaan zien. Maar we blijven ze natuurlijk ook trouw in deze online fase. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct doen we nog een uitzending. Kijk je op niemand, dan weet je dat je ons hele archief van een kleine 10 jaar kunt terugzien. Tot zo. Nou, dank je. Dag.